Hallo allemaal, het lijmpistool. De grote liefde van elke DIY'er. Live, laugh, lijmpistool. Maar tegelijkertijd ook de grootste boosdoener van brandwonden bij elke DIY'er. En toch houden we ervan. Want het is lekker snel en makkelijk en het lijmt alles. Bijna alles. Een hoop. Kinderen opgelet, als je iets wil maken uit deze video, vraag om hulp van een volwassene die zijn vingers mag branden in jouw plaats. Nee, we gaan niks verbranden. Want we gaan voorzichtig zijn en de lijm gewoon niet aanraken. That's it. Meer hoef je niet te doen. De lijm moet je gewoon niet aanraken. Punt. En als je dat wel doet, ja, dan is het heet. Ik ga deze alvast in het soepcontact doen, zodat ik kan opwarmen. Want in deze video ga ik 3 verschillende dingen doen met een hete lijmpistool. En ze komen allemaal van TikTok. Natuurlijk. Nou ja, ik kom ze tegen op TikTok. Ze staan op het volledige internet verder. Oké, de eerste die ik wil gaan proberen, dat is hete lijm make-up. Ik heb heel veel video's gezien waarbij ze een lijntje trekken met hete lijm. Niet op een gezicht. Nooit direct op je gezicht. Oh mijn god. Op een oppervlak waar het niet op gaat plakken. En dat je dan dat kan versieren met oogschaduw. En dat vervolgens met wimperlijm op je gezicht kan zetten. Oh, voordat ik begin. Je zal misschien zien dat het beeld van mijn bureau een klein beetje wazig is. Ik heb goed nieuws. Je ogen doen het nog. Dit is mijn fout. Hij staat de hele video net uit focus. Sorry daarvoor. Nu heb ik een stukje bakpapier voor mijn neus liggen hier. En mijn opgewarmde lijmpistool. Ik ga gewoon lijntjes trekken, denk ik. Ik wil zo'n soepie met een hoek boven mijn oog hebben. Oh god, misschien moet ik hier eerst een soort van template van maken of zo. Maar ik probeer wel eerst een lijntje te doen. Nee. Kan ik dat nog een keer proberen? Waarom tril ik? Oh, wat erg. Oké, als ik een beetje snel ga. Maar dan nog, gaat dit passen op mijn oog? Ik heb geen idee. Hoe schat je dit in? Wacht, dat doe ik verkeerd. Ik maak gewoon volledig de verkeerde vorm. Dat moet eigenlijk zo zijn. Oh, crap. Nee! Moet meer zoiets zijn of zo. I don't know. Voor die vorm ging er eigenlijk. Tot nu toe is deze mooi. En die, I guess. Dit is lastiger dan dat ik dacht. Help! Oh, wat erg. We zitten met deze korte. Die lijkt een beetje op een slangetje. Ik ben zo shaky. Stop. Ik kan het echt helemaal niet van rechts naar links. Nee. Ik dacht echt, ik begin met de makkelijkste. Maar damn. Oké, even kijken of deze gelukt is. Is dit een beetje de vorm die werkt? Oh, ja. Misschien moet ik toch eventjes uittekenen wat ik nodig heb. Ik heb een stencil gemaakt. Gewoon op een random papiertje. Zo, dit gaat zo onder. En nu gewoon overtrekken. Easy, right? Oké, dat is mooi. Ik ga hem gewoon een aantal keer overtrekken. Oké, mijn vormen zijn best wel nice volgens mij. Maar nu wil ik er dus nog een kleurtje op zetten. En dat kan dus met oogschaduw. En dan wil ik wel iets van metallic gebruiken. Dus ik denk dat ik blauw ga proberen. Ik ga dit dus doen zodra ze nog op het papiertje plakken. Oeh, damn. Dat is mooi. Hoe mooi. Oh my god. Dat is waanzinnig. Ik wil ze op mijn gezicht plakken. Maar eerst ga ik mijn handen wassen. Oké, ik heb hier gewoon wimperlijm. En ik ga beginnen met regenboogjes. Yeah. Aan de achterkant doe ik een beetje. Oh ja, deze had een heel lang staartje. Kan ik hem gewoon... Oké, dat is een ja dus. Handig. Oké. Weet je wat? Niet slecht. Ze zitten. Ze zijn alright. Het werkt. Voelt heel raar op mijn gezicht, maar het is leuk. Ik heb geen idee of dit in focus is, want ik heb mijn bril niet op. Kan je het nog zien als ik mijn bril doe? Oh god, nu lijkt het alsof ik op mijn bril zit. Waarom is het wel cute? Oh, oké, wacht. Oep. Zo, en dan halen ze eraf en dan kan je ze gewoon nog een keer gebruiken. Voor een andere keer. Moet je ze wel goed bewaren. Ik wil de paarse proberen. Oké, maar dan zit het staartje niet vast. Maar op zich is het ook wel schattig dat het staartje niet vast zit. Waarom staat dit nog best leuk? Waarom is dit cute? Stel, voor een kunstproject of zo. Het is geen casual lookje, maar misschien moet je iets op je gezicht plakken voor een cosplay of zo. Het is best leuk. Oké, wacht maar, ik heb een idee. Wat dacht je van metallic tranen? Want ik heb mensen ook tranen zien maken op deze manier. Maar dan metallic. Ik vind het een goed idee. Ik ga ze maken. Ik ga gewoon een beetje freehanden. Ik heb er nu al een aantal. Dit klonk misschien als een origineel idee, maar dat was het niet. Ze zien er wel cool uit. Oh. En ik dacht dat de liner van net leek op spermacellen. Dit is alleen maar erger. Daar gaat de eerste. Dit is schuin. Het voelt echt raar. Ik heb ze best lang gemaakt, blijkbaar. Het werkt eigenlijk vooral wanneer ik mijn hoofd een beetje tilt zo. En een beetje zielig kijk.
Damn, hier kan je echt wel coole dingen mee doen. Ik heb net een paar selfies gemaakt, want het ziet er gaaf uit. Deze is echt wel geslaagd. Dus ik ga het eraf halen. Voor mijn comfort, want het voelt niet heel lekker aan. Ik ga het vooral voor de make-up look. Zal ik er gewoon eentje op laten zitten? Gewoon zo, voor de cuteheid. Oké, op naar het volgende. Alright, next. In dit soort video's ben ik heel vaak getagd. Dus ik wou het zelf ook een keertje uitproberen. En dat zijn paddenstoeltjes maken van hete lijm. En ik ga een paar verschillende technieken proberen. Ten eerste wil ik natuurlijk het dopje maken van de paddenstoel. Ik wil echt van die kleine mini paddenstoeltjes maken. Dus ik ga gewoon een rondje maken. Is het te groot? Is het te klein? Is het goed? Ik blijf gewoon met mijn lijmpistool op dezelfde plek. En ik ga niet te hoog. En zo krijg je een perfect cirkeltje. Ik wil ze echt klein houden. Terwijl die drogen, heb ik hier een glas water. Voor een steeltje ga ik dus proberen om gewoon een dikke klodder erin te laten vallen. En dan hopelijk wordt het een mooi steeltje of zo. Ik denk dat ik gewoon heel langzaam... Oké. Het blijft drijven. Dat werkt niet. En het wordt alsnog plat. Oké. Het is wel interessant, I guess. Nee, ik ging voor een recht steeltje. Dit werkt niet. Oké, ik ga gewoon steeltjes maken. Ze beginnen hard te worden. Ja! Oké, nu doe ik ze dus ondersteboven. En daar ga ik dan overheen. Zo, ik concentreer me echt hard hier. Oké, die druppels zijn wel heel makkelijk te maken. Alleen zijn het wel hele platte paddenstoelen. Wat als ik een blob bovenop de blob doe? Oké, die drijft eraf. Yikes. Ik ga er gewoon eentje proberen te plakken aan zo'n stammetje. Ik hou gewoon mijn lijmpistool er tegenaan om het te smelten. En nu ga ik deze erop plakken. Ja! Dat is wel paddenstoelerig. Oké, deze waar bij twee pannenkoekjes op elkaar zijn. Ik ga ze aan elkaar smelten. En dan hebben ze die hele smooth textuur niet meer. Dat is wel sad. Probeer je handen niet te verbranden. Level extra hard. Meer de vorm van een paddenstoel, maar ook niet meer mooi en smooth. Ik weet niet of het me nou lukt of... dat ik het alsnog helemaal niks vind. Dit is wat ik doe. Ik verhit het een klein stukje en dan rol ik het over het papier tot hij niet meer plakt. Oké, dat is best wel smooth. Oké, dit vind ik toch leuker dan deze hele platte. Wat als ik met een heat gun erop ga en dat het dan teruggaat naar shiny? Ik heb alle steeltjes even aan de kant gelegd en ik heb hier alle dopjes die ik heb gemaakt. Ik heb dus echt bij ze allemaal zitten sculpten en even vanaf de zijkant laten zien. Dit is toch echt wel cute. Niet slecht. Maar ik vraag me af wat er gebeurt als ik er met een heat gun op ga. Het lijkt wel op dat hij weer smooth wordt. Hij glimt. Oeh. Ik ga een paar extra doen. Ik wil ze straks nog op een soort van platformpje leggen. Dus ik ga die ook even maken. Ik ga ze aan een stammetje vastplakken. Beginnend met deze. Yup, die is cute. Oké, nu heb ik dus dit kleine stolletje. Dit is toch cute. En deze past hier goed in. Ik heb ook zo'n paddenstoelen terrariumpje. Ik ga de grootste in het midden doen. Ik smelt beide kanten. Zodat ik zeker weet dat het goed vast komt te zitten. Maar dan moet ik het wel vast blijven houden elke keer. En dan de rest van de paddenstoeltjes gaan er zo omheen. Oh mijn god. Ah, dat wordt zo cute. Ik ben alleen echt bang dat deze echt te weinig support heeft. En dat die met de tijd gaat omvallen. Maar dat gaan we zien. Ze zijn ook gewoon de perfecte kleur, vind ik. Alleen de ondergrond wil ik eventjes een kleurtje geven. Ik ga even verf pakken. Dit is best lastig. Zo, ik heb bruin gedaan. Ik wil ook een beetje groen erin. Deze groen voelt erg uitgedroogd. Misschien moet ik de onderkant ook gewoon lekker donker verven. Jammer dat ik nu geen heat gun kan gebruiken, want dan is je echt gesloopt in één keer. Finishing touches. Ik moet ook gewoon drogen. Kijk dan hoe schattig dit is geworden. Oh my god. En het past echt nog net in het glaasje. Het gaat niet super soepel, maar het past. Kijk hoe lief. Ik ga hem op zijn bodempje plakken. Een beetje lijm op doen. Zo. Even kijken of je goed in het midden zit. Volgens mij is je goed. Even kijken of je nog past. Ja, it fits. Voilà. Een stolpje. Hoe cute. I love it. Deze is echt wel geslaagd. Oh god, ik ben er een vergeten. Oh wel, dat doe ik maar zonder deze. Helaas. Forgotten. Bye bye. Zal ik iets geks doen? Zal ik er een bij in zetten? Ik heb een andere keer ook een terrariumpje gemaakt. Deze is veel kleiner nog. Maar hierin heb ik dus een kleine hommel op display gezet. En ja, dat is een echte hommel. En ja, hij is dood. Maar ik heb dus nog zo'n hommel, maar dan groter. En die is eigenlijk perfect voor deze. Dus dan kunnen ze matching zijn. Ik ga even mijn goede lijm erbij pakken. Hier ga ik geen heet lijmpistool voor gebruiken. Oké, dat ga ik eventjes van de camera afdoen. Alright, met wat superlijm, concentratie en een hoop geduld. Voilà. Little bumblebee tussen de paddenstoeltjes. Oh,
Zo cute. Alright. Perfect. Misschien met de tijd dat ik meer en meer dode insecten vind, dat ik hem dan meer en meer kan opvullen. Voor nu staat hij hier achter me op de plank. Oké, tot nu toe gaan de lijmpistool DIY's heel erg goed. Maar we zijn aangekomen bij de laatste. In deze TikTok ben ik zo vaak getagd. Zo vaak! Komt omdat het een jellyfish is. Dus vanaf nu mogen jullie stoppen met mij hierin taggen. Deze meid heeft oorbellen gemaakt van hete lijmkwalletjes. Ik hou natuurlijk heel veel van mijn lijmpistool. Je kan er superveel mee. Maar oorbellen... Kijk, met die eyeliner, dat is tijdelijk op je gezicht. Met die paddenstoeltjes, dat staat op je kast en verder zit je er niet aan. Maar oorbellen draag je. Die moeten tegen een stootje kunnen. Oorbellen moeten minstens een beetje massief zijn, snap je? Dus ik denk dat het kan en dat het me lukt. Maar aan de andere kant, hoe lang gaan deze oorbellen mee? Als een soort van professioneel oorbelmaker, als ik denk aan oorbellen gemaakt van hete lijm, dan cringe ik een beetje. Dan denk ik gelijk aan 5 Minute Crafts. Snap je? Maar oké, we gaan het proberen. We gaan zien of ik iets moois kan maken. Dat is mijn volgende kritiek op deze video. Ze geeft echt amper de stappen weer. Ik snap dat het TikTok is en dat het allemaal snel, snel, snel moet. Maar ze laat niet zien wat ze uiteindelijk heeft gedaan. Maar ik ga mijn best zeker doen. Let's go. Let's do this. Ten eerste hebben we 2 blobbies nodig. Want we gaan voor 2 oorbellen natuurlijk. En dit worden de hoedjes. Mogelijk te groot. Maar goed, zal ik er alvast ringetjes in zetten? Wacht even, 1 is echt veel groter dan de ander. Ik ga er nog 1 maken. Ik heb ringetjes gevonden. Oeh, ik hoop dat het er goed uitkomt. Volgens mij werkt het. Oeh, ik kan het een beetje vormen met de stift. Als het nog zacht is, tenminste. Dan zag ik dat ze tentakeltjes maakte door steeds een klein drupje te doen. Op die manier? Oh god, nee. Ze maakt eerst wiggles en dan doet ze daar bovenop een drupje. Oh, oké. Oké, één zien. Deze kan ik net zoals dat ik bij paddenstoelen heb gedaan, een beetje vormen met mijn glue gun. En dan kan ik ze weer verhitten met mijn heat gun. Genius. Deze ga ik verhitten. Oké, nu worden ze glad. Ik ga een bakje vullen met water om er lijm in te gieten. Dit zat in het filmpje. Dit is zo moeilijk. Wat? Nee. Oh. En de lijm is nog heet aan de binnenkant. Oké. Misschien moet ik gewoon langzamer gaan. Hier zo. Ik begin hier. Ja. Ja. Trek wel een lijn zo. Heet. Oh, nu... Oh, oké. Oh, wat erg. Dit is al mijn 3e lijmstick. Maar goed. Ik moet ze van wat hoger droppen. Oké. Let's go. Weet je wat? Dat is best wel jellyfish-achtig. Ja, dat kan wel aan mijn oorbel. Sure. Nee, niet aan mijn bakje blijven plakken. Nee. Waarom is dit deel van de tutorial? Ik vind het helemaal niks. Ja, ik zie ook wel dat het jellyfish-achtig is, maar het is hete lijm. Het is flut. Het valt uit elkaar. Oh, kijk. Eentje die best wel heel erg goed is gelukt. Maar dat is echt 1. Ik geef op. Dit is goed genoeg. Ik ga weg met dat bakje water. Die zien er goed uit. Ik wou dat ik ze een beetje kon vormen nog. Ik heb echt de perfecte manier gevonden om die jellyfish shape te krijgen. Wat je doet is, je pakt je hoedje en je plakt hem met een mini mini klein beetje lijm op een stokje of een stift. Dat kan ook. En dan pak je je heat gun. Zodat die randjes lekker warm zijn. Even wachten, je wil niet dat het super sticky is. En zo voorzichtig doe je dat met je vingers naar beneden. Voilà, jellyfish. Oh ja, en dan haal je hem van je pen af. Yay! Dan voor het leuke deel, we gaan alles kleuren. En we gebruiken weer metallic oogschaduw. Ik doe donkerblauw op de randjes en lichtblauw erbovenop. En ja, dan ook dan de tentakeltjes. Blauw, bla bla bla, maar ook paars. En ook wat groen. Ik poets het er echt hard in. Dan gaan we het aan elkaar plakken. Eerst van dit eens erin doen. Deze friemels. Oké, die zo. Alle frieteltjes direct in het midden. Zo. Hé, dat ziet er best goed uit. Oké, dit lijkt al best wel op kwalletjes. Maar we moeten het natuurlijk nog verder uitvoeren. Dus ik ga ze gewoon om en om steeds doen. Ik moet toegeven, dat ziet er heel erg leuk uit. Ik weet niet of ik per se kwallen wil hebben in mijn interieur. Maar waar het wel heel erg leuk voor lijkt, is in de kerstboom. Ben ik gek? Ja, ik ben gek. Maar is dat niet geweldig om gewoon een kwallenkerstboom te hebben? Ik ben terug wanneer ik alle tentakeltjes eraan heb geplakt. Tot zo. Oké, ik heb de rest van de tentakeltjes eraan gelijmd. Ik heb ze aan oorbellen gehangen. En eerlijk is eerlijk, ze zijn echt heel mooi.
Wat een beauties. Ik ben te goed. Maar ja, het is nog steeds hete lijm. Dus ze zijn niet zo zwaar. Oké. Oké. Mijn excuses aan iedereen die me in deze TikTok heeft getagd. Ze zijn inderdaad heel erg mooi. Twee nadelen. Nummer 1. Ze geven oogschaduw af. En nummer 2. Ze zijn niet heel stevig. Ze zijn redelijk stevig. Je moet er niet aan gaan trekken en zo. Maar oké. Ze zijn mooi. Ah. Zijn ze leuker dan die andere though? Zijn ze leuker dan deze? Ze zijn meer gedetailleerd. For sure. En ze maken minder lawaai. Maar deze zijn net wat meer massief. Zit aan een kettingje. Dit is hard plastic. Deze kleur geeft niet af. Ze hebben niet helemaal dezelfde vibe. Maar ze zijn wel allebei leuk. Deze is net wat meer realistisch dan deze. Deze is net wat meer cartoonig. Wat zeggen jullie? Welke is leuker? Ik vind ze serieus allebei gewoon heel leuk. Ik no. Ik had echt veel betere resultaten in deze video dan dat ik had verwacht. Moet ik eerlijk zeggen. Dus of lijmpistool DIY's zijn beter dan ik dacht, of ik ben gewoon beter geskilled met een lijmpistool dan ik dacht. Eén van de twee. Ik heb nu wel heel veel lijmresten op mijn tafel liggen die ik nu moet opruimen. En dat ben ik. Maar gelukkig is dat geen deel van de video. En nogmaals, als je iets wil proberen uit deze video en je bent nog maar een kind of je bent niet zo gevaardigd in een lijmpistool, vraag dan een volwassene om je te helpen. Want het heet niet voor niets een heet lijmpistool. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!